Goh, een beetje jammerlijk, hè. Het is altijd nipt geweest, dus we kunnen niet zeggen dat we op een moment heel goed voorstaan en dat we dan uit handen geven. Ze hebben gewoon heel wisselvallig gespeeld. Op momenten komen we wel goed met enkele tegenaanvals voor. En dan geven we het gewoon even in verdediging uit handen. Maar ja, jammer dat we zo ver moeten komen om dan net die winst uit handen te geven. Maar ik denk wel dat het een terechte uitslag is. We hebben evenveel voorgestaan als dat we achtergestaan hebben. Dus al bij al toch relatief tevreden. In ieder geval heel spannend, hè? 24-24. Nou, ik denk wel dat het een terechte uitslag was. Als je de hele wedstrijd ziet. De doelmannen van allebei de ploegen waren de uitblinkers. Onze keeper Sven Hemmers heeft heel veel ballen gestopt. Maar ook Rudy Schenk heeft een geweldige wedstrijd gekiept. Dus al met al denk ik dat 24-24 wel een terechte wedstrijd was. Ja, het was een hele spannende wedstrijd. Waar een beetje een foutenfestival. We hadden op zich bij Vlagen door ons goed gehandbald. Alleen je merkt dat we dan moeite hebben met de afronding. En daardoor lopen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En uiteindelijk ja, vind ik het op zich wel een goede uitslag, een gelijkspel. Ja, mooie wedstrijd. Het is natuurlijk heel wat anders dan de Eredivisie, wat we gewend zijn. En ja, weet je, als je dit gewoon elke week hebt, dan is het gewoon super. Gewoon een spannende pot, kon alle kanten op. En ja, weet je, je staat wel de hele wedstrijd voor, maar toch voelt het stiekem wel een beetje als winst. Zoals je hem in de slotfase toch nog gelijk speelt.